Welkom iedereen bij een nieuwe The Next Trainer Show. En ja, vandaag met een speciale gast. 22 jaar onderneemster al. Schrijfster van het boek The Happy Client. Haal meer uit je klant. Eigenlijk is een expert in karaktereigenschappen en hoe je mensen effectief beïnvloedt. En ze heeft al gewerkt voor veel CEO's en bekende Nederlanders. En zoals ze het zelf ook altijd aangeeft, het liefst werkt ze met toppers. Dus nou ja, we zijn natuurlijk super blij dat onze gast vandaag in de show is. En waar gaan we het vandaag dan over hebben? We gaan het hebben over hoe kan jij je eigen inkomen beïnvloeden aan de hand van karakters. En toen wij dat onderwerp hoorden, toen hingen we natuurlijk al meteen aan de lippen van onze gast. En we dachten van ja, dit is interessant, dit gaan we opnemen. En daarom van harte welkom Yvette Hoytens-Meursing van The Happy Client. Welkom Yvette. Dankjewel Stijn en Rogier. Ik vind het heel leuk om in de show te zijn. Laten we een mooie show van maken. Ja, graag gedaan, dankjewel. En Yvette geeft het al aan. We zijn hier niet met z'n tweeën. En natuurlijk mijn sidekick Rogier, er is er ook bij. Welkom Rogier. Hey, welkom. Heel erg leuk dat je er bent, Yvette. Dankjewel. Dankjewel ook, Rogier. Goed. Hey, Yvette. Bent, Stijn. Ja, dank je. En jullie luisteraar natuurlijk ook. Super dat jullie hier erbij zijn en aan het luisteren bent. En Yvette, om af te trappen, dan beginnen wij eigenlijk altijd mee van, ja, waarom doe je wat je doet? Ja, kan ik dat mooi samenvatten met iets wat ik ooit van jou heb gehoord, Stijn. Oh. Dat je altijd iets gaat doen waar je pissig over bent. Ja. En, ja, hè? Ja. En, ik was dus heel erg pissig over dat mensen geen contact met elkaar aangaan. En de relatie niet echt aangaan met elkaar. En daarnaast dat mensen zo struggelen om inkomen te genereren. Dat ze het zichzelf zo moeilijk maken om goed te verdienen. Dat zie je ook heel veel terug bij vrouwen, maar ook wel bij mannen. Die struggling van entrepreneurs. En die koppeling van dat contact, het gebrek aan contact met mensen maken, dat heeft direct te maken met een gebrek aan inkomen. En ik heb ze eigenlijk met z'n tweeën gekoppeld, allebei. En dus ik doe precies wat ik moet doen. Wauw, dus je voelt helemaal, je bent helemaal in je element met wat je doet. Ja, zeker. En hoe lang doe je dat al, Yvette? Precies. Is dat precies wat jij al 20 jaar doet? Ja, ik werk 22 jaar. En daar zit een soort progressie in. Eerst individueel, later met groepen. En ook word ik veel gevraagd in het bedrijfsleven met CEO's en CFO's. Om hen te adviseren over hoe ze het beste strategisch kunnen insteken met klanten. Het afstemmen op klanten. En ik leid ook mensen op, samen met Danielle Zeeman, in The Happy Client. Dus hoe je echt afstemt op het karakter van je klant, waardoor je meer inkomen genereert. En dat doe ik eigenlijk allemaal al heel lang, dat met Danielle is nieuw. Maar daarvoor heb ik altijd al training op dit gebied gegeven. Maar ook heel veel entrepreneurs persoonlijk begeleid achter de schermen om af te stemmen op de persoonlijke klantbehoeften. Waardoor de omzet steeg. Ja, mooi. En Yvette, als je dan kijkt naar van, je gaf het al aan, sommige ondernemers die worstelen daar echt mee met het inkomen te krijgen dan, of klanten te overtuigen. En waar zit het dan in volgens jou? Hè? En ook als je kijkt naar de karakters, zeg maar. Nou, het kan eigenlijk in een aantal dingen zitten. Het kan of in eigen karakterblokkades zitten. Bijvoorbeeld, ik ben niet de moeite waard of ik vind het moeilijk om zichtbaar te zijn. Zulke soort blokkades die je ook terugvindt in het lijf. Het kan hem er ook in zitten in dat je niet aansluit op het karakter van degene die je tegenover hebt. Waardoor je eigenlijk hem verliest of haar verliest. En als je pech hebt, is het een combinatie van alle twee. En dat zijn ook de mensen die het minst verdienen. Dus dan heb je een eigen karakterblokkade waar je op vastloopt. Bijvoorbeeld, ik vind het moeilijk om zichtbaar te zijn. En vervolgens durf je geen contact te maken met je klant. Durf je ook niet je te presenteren. En stem je ook niet af op de ander, want je bent er helemaal met jezelf de hele tijd bezig. Dus je komt niet eens aan de ander toe.
Dus begrijp ik het dan? Sorry, maar begrijp ik het dan goed, Yvette, is dat er eigenlijk twee kanten zijn. Dus je moet, om dit goed onder de knie te krijgen, moet je dus je eigen karakter dus goed kennen. En weten waar eventuele blokkades zijn en weten hoe je dat kan oplossen. En je dient dus het karakter van je klant, ofwel van je ideale klant, te herkennen en te kennen. Ja. Om dit Als tot je een dat succes kan, te brengen. ja, want dan kun je erop inspelen. En anders niet. Ja. Dus wat je krijgt is dat veel mensen wel een inhoud hebben. Bijvoorbeeld ze zijn, ik noem maar wat, een stijladviseur. Dus ze hebben een bepaalde expertise of ze zijn kenniswerker. Maar waar ze minder kaas van hebben gegeten is van de relationele kant. Zowel in zichzelf als van de ander. En ze denken dat mensen gelijk zijn, maar dat is niet zo. Mensen verschillen enorm. En dat heeft met die karakter mogelijkheden, maar ook beperkingen, dus de blokkades te maken. Ja, en Yvette, we noemen het al een paar keer het woord karakter, hè? Maar wat voor karakters onderscheid jij dan? Nou, je kunt zeggen dat mensen 7 lagen in zich hebben. Dat noemen wij karakterlagen of karakterblokkades. En 1 is heel actief, 2 helpen je en 4 doe je niks mee in je leven. Over het algemeen. En degene die actief is, die herken je door wat iemand doet bij stress. Ah. De een gaat bijvoorbeeld bij stress heel hard werken, heel precies lijstjes maken, wordt als het ware heel streng, perfectionistisch en rigide. En een ander gaat bij stress in paniek raken en krijgt niks meer uit zijn of haar handen. Dat zijn verschillende stressreacties. Daar herken je het hoofdkarakter aan. Dus eigenlijk is het wel even goed om stress te hebben. Dan weet je gewoon welk karakter je hebt. In feite wel. Ja. Ja, dus het is interessant. Hè? Wat doe je bij stress? Ga je dan hard werken of ga je het opgeven? Of ga je dingen juist heel erg controleren en mensen aansturen en op hun kop geven, bij wijze van spreken? Dat is verschillend. Hmm. Ja. Ja. En als je dat... Ja, zeg maar. Nou, ik zit dan echt naar die, als je naar die online wereld vertaalt, hè, waar ja, onze luisteraars vaak ook zich in begeven of zich in willen gaan begeven. Dus ze zijn dan er misschien net overheen dat ze dus wel die website hebben opgezet, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, of een nieuwsbrief aan het versturen zijn of aan het twitteren zijn. Lijkt me het zo lastig om dat onderzoek wat jij nu eigenlijk, dat onderzoek wat jij nu eigenlijk zegt, hè. Boven het water te krijgen. Want hoe kom ik er nou achter dat persoon X die mijn website bezoekt, bewijzen van, hè, of die persoon X die zich inschrijft voor mijn nieuwsbrief of die mij volgt, hoe kom ik er nou achter hoe ik hem het beste kan leiden door mijn website? Het juiste pad kan laten aangeven, zeg. En kan overtuigen misschien wel om een actie te ondernemen. Ja, nou dat hangt dus van je ideale klant af, wie dat is. Mm-hmm. Je ideale klant heeft namelijk ook een bepaalde typologie en bepaalde voorkeur in wat hij met een website wil en een persoonlijke benadering wil en niet. Ja. Om even een voorbeeld te geven. Veel coaches en trainers hebben het karakter van, ik noem het maar even de creatieve. Het creatieve karakter, het contactuele karakter. Wat die nodig heeft in jouw website is heel veel veiligheid en structuur. Dus de structuur die je hem aanbiedt is prettig. Maar hij zal ook kijken, is het veilig? Krijg ik garanties? Voelt het goed als ik dit lees? Hoe voelt het? Hè, van, dus taal als van, we nemen je dingen uit handen, we garanderen je dat. Alles wat te maken met zekerheid heeft, met geruststelling, zal hem helpen. En zal zorgen dat hij graag bij je afneemt, omdat hij zich als het ware meegenomen voelt in bescherming. Heel veel coaches en trainers hebben dat karakter. Aan de ene kant heel creatief, maar aan de andere kant enorm onveilig gevoel. En, maar dat helpt al heel erg mee, moet ik zeggen. Doordat jij zegt van, veel coaches, kenniswerkers hebben dit karakter. Ja, die hebben dit karakter. En maar dan zou je dus al kunnen zeggen, sorry Yvette, om je heel even te onderbreken, maar dan zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld als ik me richt op laten we zeggen, vrouwen die gaan bevallen bijvoorbeeld,
Ja. Dan kan ik misschien bepaalde tactiek op loslaten. Of is daar een overzicht van? Bijvoorbeeld van, nou, die mensen, deze groep, die vallen vaak in deze... Ja, ik heb daar een overzicht deze hoek. Van. Dus okay. Ja, ik weet precies wat je qua teksten kunt gebruiken voor welke doelgroep en wat je juist moet laten als je een bepaalde doelgroep wil hebben. En datzelfde gebruik ik in het. Voor mij is het altijd online en offline interessant. Ook offline gebruik dezelfde strategieën, want iedere karakter heeft bepaalde strategieën. Het is eigenlijk, moet je het je zo voorstellen, dat je de ongeschreven regels van je klant leert kennen. Ja, en toepast, precies. Waardoor je hem in je site lokt, als het ware. En niet alleen lokt, maar dat het ook klopt dat hij bij jou moet zijn. Dat klopt precies. Ook echt. Snap ja, je? Dat is niet alleen maar een diepje, maar dat is ook echt een diepere, dat daar diep iets in klopt, dat hij bij jou moet zijn. Omdat je hem precies biedt dat wat hij nodig heeft. Oh. Ja, dus het komt dadelijk terug dus in eigenlijk alles. In als wij een webinar geven, als wij een presentatie geven. Het komt overal in terug. En eigenlijk in het, ook in de interactie komt het natuurlijk terug. Je taalgebruik op de site komt er terug. Je kunt het overal gebruiken. Daarom is het zo'n ontzettend fantastisch middel. Ik ben er echt al zo lang door gegrepen. En dat komt precies hierdoor. Ik vind het zo ongelooflijk dat je zoveel invloed kunt hebben. En op jezelf en op je klant. Ja. Het geeft heel erg veel. Ik merk het nu al heel even. Het geeft al volgens mij veel meer richting ook van... inderdaad, hoe je gaat schrijven. Want wij, Stijn en ik, die vertellen wel eens over van, nou, je hebt eigenlijk een personage voor je schrijft, bijvoorbeeld, of een ideale klant waarvoor je schrijft. Ja. Ik zet ook vaak de naam van die ideale klant zet ik eigenlijk bovenaan het papiertje, zeg ik, Petra bijvoorbeeld in dit geval. En dan heb ik ongeveer een idee wie Petra is. Die is misschien wel klant en weet je wat, dan krijg ik een soort personage. Maar dit is nu bij mij is het een fictief iemand, maar ik zou... Dus ja, en verder, bij mij zijn ze dus reëel. Ja. Dus ik denk echt aan mensen als ik schrijf, maar ook aan doelgroepen. Dus ik weet precies welke doelgroep wat nodig heeft. Iedere doelgroep heeft iets anders waar die gerustgesteld op wil worden. Of waar die op wil controleren. En als je dat weet, dat zijn die ongeschreven regels, dan ben je altijd succesvol, zowel online als offline. Ja, en je Yvette... eigen karakterpatronen hebt opgelost. Ja, dat is interessant. Dus als we nu bijvoorbeeld hebben nu dus de doelgroep van trainer-coach gehad, hè, maar als we nou eens een compleet andere doelgroep hebben, bijvoorbeeld je richt je op projectleiders. En die hebben het onwijs druk leven in de waan van de dag en die wil je dus helpen dat ze daaruit komen. Welke taal willen zij dan graag horen? Nou, dat is vaak het karakter wat heel precies is. Wat heel erg werkt met planningen, natuurlijk. Dat kan niet anders als je projecten moet begeleiden. Er zit ook wel een beetje leiderschap in. Maar vooral de precisie en ook wel vaak wat technische mensen. Dus wat perfectionistisch aangelegd. Dus die zullen heel blij zijn met hele technische informatie. Hele precieze informatie. Maar wat daaronder ligt als ongeschreven regel, is vaak een enorme grote onzekerheid. Waardoor, dat is de andere kant van het hele precieze, waardoor dingen nooit goed genoeg zijn en nooit afkomen. Dus die zullen jou beoordelen, hè? Dus bijvoorbeeld de klantmagneten, zullen ze gaan kijken, heeft dat alles wel in huis? Hoe precies is dat? Hoe is het met alle lijsten? Hoe ziet het allemaal eruit? Dat zullen ze zitten alle functies erin bijvoorbeeld of zo? Ja, dat weten ze ook precies, dat kunnen ze zien, want daar zijn ze goed in tegenstelling tot die eerste die ik net benoemde. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, voordat ze zover zijn dat ze het zelf doen, ben je een heel eind verder, want de hele tijd steekt die onzekerheid de kop op. Dus je moet iets met die onzekerheid, want anders mislukt het. Oké. Okay. Ja, maar je zou dus... Ja,
In ons geval zouden we dus ook kunnen zeggen misschien van nou, misschien is dit gewoon niet onze ideale klant, deze persoon, bij wijze van, hè? Want dit nee, waarschijnlijk gaat heel niet. erg. Ja. Ik kan me voorstellen dat jullie meer die mensen hebben die zich wat verloren voelen met sites en daar moeite mee hebben. Dus ook trainers en coaches en dergelijke. Die zoeken naar houvast en geruststelling. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat is wel interessant. Hè? Ik schrijf hem meteen even op. Ja. Dat is heel, het is super interessant dit, ja. Ja, vind je het interessant? Waarom vind je het interessant? Nou, ik vind het gewoon heel interessant om wat ik al eigenlijk aangaf. Het geeft richting bij de schrijven, bij het presenteren, bij alles eigenlijk. Ja. Dat je, nou, we hadden er vandaag een discussie over, want we hadden vandaag een webinar hebben we gegeven. En daar hebben we ook een stukje in opgenomen over techniek. Ja. En nou, wat zit er allemaal in, bijvoorbeeld de klantmanet, nou, dit en dit en allerlei nieuwe functies. En, toen dacht ik, ja, nou, ik zat er achteraf, dacht ik van, ja, is dat nou wel belangrijk? Want we kregen daar ook reacties op. Ja, wat is dan precies, wat technische reacties, zeg maar. Toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk. Is dat nou wel de klant die ik dan wil, zeg maar, snap je? Ja, precies. En toen dacht ik van, daarom vind ik het zo interessant, omdat het... Dus bijvoorbeeld bij zo'n situatie, als je iets voorbereidt, kan het je al veel meer richting geven, doordat je weet van oké, ik ga dat. Ja, ja, precies. Doe dit en laat dat. Het is echt, je kunt enorm je onderneming versnellen als je kennis van dit hebt. Absoluut, want je kan dus zo'n presentatie, ben je veel sneller mee klaar. Want je weet precies wat je wel vertelt en niet vertelt. Exact. En een boek dat je schrijft of een e-book of wat dan ook, dat wordt eigenlijk dan stukken makkelijker. Het wordt dus dat maakt me enthousiast. Dat kan ik me voorstellen, ik ben er zelf ook enthousiast van. Ja, en wat ik ook merk, Yvette, is dat je dus eigenlijk een tool in de handen krijgt waarmee je dus inderdaad het kan beïnvloeden. Dus dat je gaat het herkennen, het gedrag van bepaalde... klanten en bepaalde bezoekers, en dat je gaat zeggen van, nou ja, die zijn niet interessant voor ons, en die zijn wel interessant. Dus dan gaan we daar meer op inspelen. Ja, en dan ga je meer echt ook je site daarop inrichten, dat die klanten, dat je die ook meer aantrekt. Ja, en denk je dat, trainers, coaches, adviseurs, dat die alleen maar het karakter hebben van creatieven, of zit er ook iets meer van dat ondernemerschap in? Ja. Nee, ze hebben wel degelijk, ik zei net, hè, je hebt één hoofdkarakter en twee steunkarakters, noem ik het even, of vleugels noem ik het eigenlijk. Ja. Dus je hebt ook wel, er zullen absoluut mensen zijn die ook leiderschap hebben. Mm-hmm. Daar ben ik er één van bijvoorbeeld. Anders, je kunt niet echt goed succesvol ondernemen als je geen leiderschap hebt. Dat bestaat gewoon niet. Dus die zul je ook hebben. En die hebben meer de winnaarsmentaliteit. Dus dat is niet alleen maar ik ben bang en help mij, hè, als ik het even gechargeerd zeg. Ja. Stel mij gerust. Maar die zijn ook van, die gaan ook echt van, is jouw, hoeveel ervaring heb jij? Hoe lang zit jij in het vak? Hoe goed versta jij je vak? Ben ik bij jou aan het juiste adres? Dus die zijn de hele tijd aan het kijken naar die kracht. Die zoeken kracht op. Want die hebben wel een hele grote, ambitie dan in die zin ook van, ik wil, als we in die site blijven, van ik wil wel heel erg ontzettend succesvol zijn met zo'n site. Als ik dan zo'n site neerzet, dan moet het echt van je van het zijn. Ja, ik ga voor, hè, ik heb zelf een deel van dat karakter. Je gaat echt voor het beste. Dus je gaat naar plekken waar je het beste kunt vinden. Omdat je graag aan de top wil staan. En je vindt het ook leuk om met toppers om te gaan. Want waarom vind je dat leuk? Omdat je echt iets hebt met ambitie en succes. En vaak ook een bepaalde discipline hebt waarop je dat bereikt. Oké. En als mensen nu, die zitten nu inderdaad te luisteren. En die hebben dus al een heel lange site. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld... dat ze een hele mooie aanbieding hebben om bijvoorbeeld zich in te schrijven voor de nieuwsbrief of een e-book te downloaden of iets anders, hè, een audio misschien wel, een opname die ze hebben gedaan, maar dat lukt toch niet. Ze hebben wel heel veel bezoekers, maar niemand schrijft zich in. En dat link ik dus ook meteen aan die karakters. Ja.
Dan hebben ze de taal niet goed afgestemd op het karakter van hun klant. Dat bestaat niet anders. Maar hoe kan je en dat dat dan is weer herstellen? Hoe kan je je nu herpakken? Door eerst te weten dat er verschillende karakters zijn en welke dat zijn. Dus je moet je daar echt van op de hoogte stellen. Dus niet alleen maar van je product, maar ook van hoe zitten mensen in elkaar. Al doe je dat maar een paar dagen, dan weet je het. Okay. En vervolgens van daaruit te bepalen, wat is dan mijn ideale klant en welke teksten of welke inhoud hoort dan bij. Zodat mensen zich ook echt aangesproken voelen door jouw taal, omdat ze zich erin herkennen. En anders, zodra ze zich niet herkennen, zullen ze niet bij jou afnemen, want mensen kopen op herkenning. Oké. Dus op dezelfde taal. En is het eigenlijk alleen taal, of is het dan ook bijvoorbeeld vormgeving of zo? Is dat ook heel belangrijk bij de verschillende types, of is het minder? Er is maar één type die dat heel belangrijk vindt, die het echt heel belangrijk vindt. Dat is dat type van die onzekerheid, de perfectionist. Mm-hmm. Dus dan moet de site er helemaal gelikt uitzien en alles moet precies en op de juiste plaats. En ook de marges, dat ziet iemand precies. De leider vindt dat minder interessant, maar die kijkt wel van, rendeert de site? Ja. Gaat het mijn klanten opleveren? Het moet er ook wel goed uitzien, maar die is minder precies daarin. Die heeft meer de grote slagen, grote klappen snel thuis. Maar die zou bijvoorbeeld ook willen zien op een website de autoriteit misschien van die persoon dan? Ja, die kijkt naar autoriteit. En dus ook wat andere klanten zeggen over diegene. He, dus 8 jaar werkervaring of ervaring. En dit zeggen andere klanten over degene. Die kijkt inderdaad naar wel degelijk ook naar testimonials. Maar die kijkt ook hoe lang zit iemand in het vak. Hoe succesvol is iemand. Of wat heb ik erover gehoord. Want dit karakter werkt erg op vertrouwen. En zodra hij het niet vertrouwt, haakt hij af. Meteen. Ja. En vertrouwen, dat krijgt iemand door ervaring of doordat hij zich gelijkwaardig opstelt. Begrijp je wat ik bedoel? Dat hij niet een underdog is. Ja. Dus alle vormen van onzekerheid vindt dit karakter vervelend. Die wil dus dan ook eerder dat je zegt van, ik ga het je niet uitleggen, maar laten we het samen gaan doen. Ja, daar is hij dol op. Daar smult hij van, ja. 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 Maar goed, als je dus, als wij daarvoor zouden kiezen, ik denk dat wij nou een website hebben met een wereldwaarde is, laat het zo zeggen. We hebben ongeveer weten voor wie we schrijven, qua doelgroep. Maar veel minder wat het karakter dan is van die doelgroep. Dus het is nu natuurlijk nog, de ene keer werken we samen, de andere keer laten we technische aspecten zien van het product. Dus Je spreekt eigenlijk verschillende karakters aan tegelijk, afwisselend. En daarvan kun je afvragen of je dat zou willen. Exact, ja. Ja, en of we dat bewust hebben gedaan, hè, Stijn? Ik bedoel, dat hebben we natuurlijk door de ervaring heen hebben we verschillende klanten gehad. Dus dan leer je dan de klanten al wat meer kennen. Ja. Maar toch, het is ook misschien ook doordat je bij andere mensen weer iets anders ziet of weet ik veel wat. Hè? Je laat je ook beïnvloeden door. Maar is het dan dat je eigenlijk zegt van, nou, mijn ideale klant die heeft 1 actief karakter en die heeft 2 mooie vleugels. En daar spelen we op in. Dus dat je eigenlijk op een mix van 3 zit. Ja, dat zou ik altijd aanraden. En ik zou met de rest niks doen. Ja. Want dat is ook echt hoe energie werkt. Als je alles focust, nou, dat weten jullie zelf ook, dan gaat het versneld verder. En anders ben je te fragmentarisch. Dat is karakter 1 overigens. Die fragmenteert. En dat is het creatieve karakter. En dan heb je allemaal losse snippertjes. En dan heb je net niks soms. Ja. Maar wel heel veel variatie. Ja. Ja. Dus daar is heel veel winst te behalen. Ja. En als jij nu kijkt, Yvette, zeg maar van...
Dus voor ons bijvoorbeeld, waar wij nu op de website ook op inspelen, is juist het converteert je website. Hè? Wat levert die op? Krijg je bezoekers, krijg je abonnees, krijg je klanten? Ja. Dat is voor ons, ja, daar zijn we ook goed in. Dat vinden we ook leuk om mee bezig te zijn. Dus daarom dat we daar graag over vertellen. Dus dat spreekt dan de leider aan, zeg maar. Ja, dat zou de leider wel aanspreken. Maar die creatieveling? Minder. Want die heeft geen gevoel bij het woord converteren. Ja. Die is alleen maar angstig dat hij het niet redt. Dat hij het niet overleeft. Maar ja, dus maar voor overleven heb je natuurlijk ook inkomen nodig. Dus het is dus met die website, dat geeft je de garantie van een inkomen. Laat ik het even snel aanpassen, omdat je zei die houden van garanties. Is het dan dat de manier? Ja, dat is een manier. En je moet zorgen dat jouw website veiligheid uitstraalt. Ah, dus moet dat, betrouwbaar bedoel je dat? Nee, dat is de leider. Okay. Die wil betrouwbaarheid. Maar deze heeft behoefte aan veiligheid. Dus als ik in die site kom, voelt het dan prettig aan voor mij. Want dit karakter, dat moet je niet onderschatten, dat verdwaalt gauw. Dus die is ergens in de site en dan is die verdwaald. En dan weet je niet meer waar die heen moet. Want hij is ook een verdwaald karakter. Ja. Ja. Dan is het dus nog belangrijker om heel erg duidelijk, dus dan bijvoorbeeld ook wel met kleuren, bijvoorbeeld heel duidelijk een pad te hebben binnen je website. Dat het heel duidelijk is dat het waar het oog eigenlijk naartoe moet gaan voor deze persoon. Ja, en ze hebben trouwens ook nog allemaal kleuren waar ze op reageren en kleuren waar ze absoluut allergisch op reageren. Zo diep gaat het allemaal. Dus het zijn niet maar alleen... ze hebben toch niet allergie voor oranje, hè? Nee, oranje is oké. Okay. Alleen, dus dat is goed. Ja. En hoe zit het dan met kleuren? Ja, we kunnen natuurlijk wel uren erover doorgaan, maar een klein tipje van de sluier. Een klein tipje van de sluier, Yvette. Welke kleuren zijn ze allergisch voor? Het leiderschapskarakter is rood. Ah, oké. Okay. En absoluut niet dol op? Geel of blauw. Ja, het is meer het vurige lijn. De perfectionist is dol op blauw. Ja. Dus kortom, er zit heel veel in. En kleuren, en gevoelstaal schrijven, iemand veiligheid bieden. Er zijn allerlei dingen die je echt... Ik vind altijd dat je het allemaal moet doen, wil je het meeste succes hebben. Je moet het eigenlijk allemaal weten en toepassen. Ja, en Yvette, om misschien ook wel mee af te sluiten als laatste, van ik hoor vaak mensen tegen mij zeggen van, al dat marketing en dat beïnvloeden, daar geloof ik niet in. Ik ben daar niet gevoelig voor. Hebben ze het bij het rechte eind of niet? Iedereen is gevoelig voor aandacht. En als je de juiste aandacht geeft, dus afstemt op de diepere ongeschreven regel van je klant, dan zal die altijd bij je willen zijn. Maar als hij het gevoel krijgt dat jij hem manipuleert, of als hij een trucje krijgt, dan voelen de meeste karakters dat en dan haken ze af. Ah, ja. Er is maar één karakter die dat niet voelt. En dat is de top. Dat zijn de mensen aan de top. Die hebben daar geen last van. Maar alle andere karakters... mensen willen heel graag gevonden worden in wat ze belangrijk vinden. En als je daarop aansluit, dan kun je alles verkopen wat je wil. Maar als je daar niet op aansluit, dan verlies je hem. En dan voelen ze zich vaak niet gezien in hun behoeften. Daar is er zelfs een woord voor, dat noem je attentional violence, wordt dat genoemd. Een soort geweld in de relatie, omdat de ander zich niet gezien of gehoord voelt voor wie die is. Dat is een kunst op zich. Ja, ik vind het wel echt een kunst ook. Ja, het is echt een kunst. Tot nu toe al. En je kunt het echt leren hoor, je kunt het echt leren. Daar is niet veel voor nodig, maar je moet wel de bereidheid hebben
En het inzicht hebben dat het belangrijk is om je te verdiepen in die persoonlijkheid. Zonder dat je daar jaren in bezig hoeft te zijn, maar dat je er wel wat meer van af weet dan alleen van je technische expertise. Mm-hmm. Ja, dus dat is absoluut. Natuurlijk ook vaak, hè, dat je zou eigenlijk als het ware wat meer moeten onthechten van je bedrijf of van je expertise. Want ja, daar ben jij natuurlijk vol van. Maar het gaat natuurlijk om, waar is je karakter vol van en sluit je daarop aan? Dat is precies de kunst. Dat is precies hoe het is. Ja. Ja, en wat ik ook, nou, dan nog niet helemaal aansluiten, maar wat ik een vraag die ik toch nog had. Weet je, want wat je ook merkt, je hebt op een gegeven moment natuurlijk, wij zijn al, we zitten 8 jaar bezig. En 4 jaar bezig met eigenlijk het nieuwe initiatief. Nou, op 3 jaar volgens mij een bepaald klantmagneet opgezet. En dat heb je natuurlijk ook vanuit het begin aan. Af en toe verander je je voice, want je bent ook een beetje aan het testen. We hebben gewoon te weinig weet van de karakters. Ja. En dan zitten er op een gegeven moment natuurlijk ook klanten die heel veel vragen om technische aspecten. Terwijl er een andere groep heel erg veel vraagt om vertrouwen. Exact. En betrouwbaarheid. En die is helemaal niet zo bezig met de nieuwste features of de nieuwste... Nee, oh, kan ik dit ook of kan ik dat ook? Nou, ja, leuk. Ja, precies. Dus dat, ik denk dat heel veel ondernemers dat hebben. Die zijn natuurlijk gewoon gestart. Hè? Die hebben zoiets van, ik ben hier heel goed in. En ik doe dat al jaren in het bedrijfsleven of wat dan ook. En ik denk, nou, dat ga ik voor mezelf doen. Ja. En die slaan dit eigenlijk over. Of en die weten er misschien wel heel veel van. Ja. Onbewust. Maar pakken het dan net niet op deze manier op. Wat het grote probleem is, en daar moeten jullie in voorblijven, absoluut. Want ik geloof in jullie product. Is, je moet ten alle tijde voorkomen dat je dienst inwisselbaar is. En wat je nu veel ziet bij kenniswerkers of bij professionals, we krijgen steeds meer ZZP'ers, hè, waarvan het gemiddelde maar 15 uur per week werk heeft, zijn net de nieuwste resultaten naar voren gekomen. Je wil voorkomen dat jouw dienst inwisselbaar is voor een andere dienst. En het verschil maak je echt door in te spelen op je persoonlijkheid. Dus dan gaat het niet zozeer om hoe goed je product alleen is. Bedoel je dat te zeggen? Dat ook. Het is allebei. Je moet het allebei hebben. Of maar is het hoe goed sluit jouw product, hoe goed is je product en hoe goed sluit die aan bij dat karakter, zodat die ermee om kan gaan en dat die er alles uithaalt. Exact. Dat is als je een ambitieuze ondernemer bent. Kijk, als jij gewoon 10 uur wil werken per week aan je bedrijf, dan neem je met minder genoeg en dat is ook oké. Maar wil je echt je onderneming door de crisis slepen en meer dan 15 uur werk per week genereren, dus niet de gemiddelde ZZP'er zijn, maar daarboven komen, dan zul je de technische kant moeten koppelen aan de persoonlijke kant. En dat niet onderschatten, want daar zit het verschil. Want meestal wordt dat onderschat, hè, relaties en taal. En het is ook een stuk onwetendheid. Ja, ik denk dat het ook is, hoor. Ja, inderdaad. Ja, het is echt onwetendheid. Mensen hebben geen idee wat er allemaal mogelijk is. En dan zie je wel nu bijvoorbeeld dingen voorbij komen over de hersenen. Maar dat zijn, weet je, dat zijn ook goede dingen. Maar dat is minder specifiek dan die karakters. Dat is wat algemener, ook belangrijk. Maar je kunt eigenlijk dieper nog je klant aansturen. Nou, volgens mij, Yvette, moeten we hier nog een keer over terugkomen. Want er is wel iets interessants wat je zegt. Van, hey, ik zie het inderdaad ook veel op internet over de hersenen en hoe dat werkt. En waarin dat verschil dan nog zit met de karakters. En dat we daar nog eens een keer dieper op ingaan. Ja. Zou je dat leuk vinden? Ja, ik zou dat heel leuk vinden. Goed zo. Leuk man. Dat is echt, ja, dat is echt een tof onderwerp. Je hebt me echt heel erg geboeid, Yvette. Met jouw verhaal. Het is echt super interessant. En eigenlijk weet ik bijna zeker dat onze luisteraars het ook heel interessant vinden. Ja. Nou, ik ben erg benieuwd. Ja, en Yvette, maar kijk, ik zag natuurlijk de titel van dit wat we zouden gaan opnemen. Hè? Hoe kan je je eigen inkomen beïnvloeden aan de hand van karakters? En ik dacht van ja, tuurlijk. Mooi, dat wil iedereen weten. En iedereen wil dat kunnen, maar... Je hebt me nu wel de inzichten gegeven en ook al een aantal tools van als je echt weet wie je ideale klant is, als je weet welke karakters die heeft, dan weet je ook waar je op kunt inspelen. En dan weet je ook wat die belangrijk vindt en dan, omdat die het belangrijk vindt, gaat die ja zeggen. Dat is het.
Exact. En je kunt het mooie is, je kunt het dus zowel online als offline inzetten. Nou, Dus je hebt er en dat is een het. paar. En het werkt ook gewoon, het werkt heel erg rustgevend ook in de zin dat dat het ook de publicatie van nieuw materiaal, de publicatie van je website, veel makkelijker gaat maken. Dat Zeker. je weet voor wie je het doet. En Oh, dat is een dat is ook opluchting. echt een Absoluut. bevrijding. Absoluut. Ja, Dat is het tof. zeker. Tof, ja. Heel tof. Ja. Nou, Yvette, ik wil je bij deze en ook namens Rogier en alle luisteraars super bedanken voor je inzichten. We gaan je natuurlijk nog een keer terugzien, dus dat vinden we onwijs leuk. En voor nu, dankjewel en kijkers, heel veel succes. Ga op zoek naar je eigen karakter en ga op zoek naar het karakter van die ideale klant. En heb je er vragen nog over? Wees vrij, stel hem hieronder op de blog. Stel hem aan Yvette. We zullen haar gegevens er ook bij plaatsen. Dus dan krijg je daar ook antwoord op. Heel veel Rogier, heel fijn. succes. Yes. Ja, en dank jullie wel. Heel erg bedankt, Yvette. Dank je. Dank ook allemaal en succes allemaal. Dag, dag. Doei, doei.